we gaan verder waarmee we zijn begonnen. Vanaf april 2018. Natuurlijk gaan we de situatie gaan we het opvoeren. Criminaliteitsbestrijding. We gaan een stukje van die verkeersveiligheid. Dat gaan we ook opvoeren. We zijn al goed op dreef. De mensen in de woongebieden, het binnenland, hebben ook recht op veiligheid. Want aan het eind van het afgelopen jaar is het duidelijk gebleken dat het daar goed verkeerd aan toe gaat. En we hebben ons voorgenomen om naar de gebieden toe te trekken. Om ook die mensen de gelegenheid te geven om te genieten van hun mensenrecht veiligheid. En ik blijf doorgaan met mijn slogans nog. We gaan het samen doen. Ja, de gemeenschap. Ik mag wel zeggen dat ik tevreden ben op die samenwerking welke tot nog toe is gebleken. Vanuit de gemeenschap. Dat is mijn man, was aan. Ten eerste het personeel. Het gaat niet alleen om de politie, maar het gaat ook om de medewerkers van justitie en politie. Alle overige actoren, het woordje samen, synergie is belangrijk. En vanuit deze gemeenschap. En het geloof en het vertrouwen dat men heeft. Want ik volg het, er zijn natuurlijk hier en daar wat negatieve zogenaamde uitspattingen. Maar dat moet er ook zijn. Het mag niet in balans zijn. Het positieve moet bovenop zijn. Maar we gaan er hard tegenaan. En ik blijf het zeggen, het komt goed. Ik zeg het nu anders, het zal wel veel beter worden. 2019 wordt een jaar van succes, wanneer het sowieso gaat om justitie en politie. We hebben een goed gesprek gehad, 2018, en we vervolgen het. Ja, en ik heb ook jullie hulp nodig, want om het jaar in wat ga ik als u succes wil boeken, heeft u natuurlijk toch wel een goed gemotiveerd korps nodig. De PG kon het natuurlijk bij de laatste optreden het jaar niet nalaten om natuurlijk toch wel stil te staan bij de, zal ik zeggen, vergrijpende misstanden die zich intern voordoen. Ik vraag u niet om een terugblik, maar ik vraag u juist om een vooruitblik hoe u gaat voorkomen samen met het korps om zaken die het daglicht schuwen na te laten, dat de politieman dat nalaat. Kijk, de procureur-generaal heeft natuurlijk zijn bezorgdheid. Geuit, terecht. Elk huis heeft zijn kruis. En wij als leidinggevende moeten ervoor zorgen dat dit soort zaken zich niet meer voortdoen. We gaan de mensen natuurlijk begeleiden. We gaan zaken onderzoeken. Daar waar nodig nog bijstellen. Maar indien die misstanden als zodanig zijn, zullen we er niet voor schromen. Op een harde manier op te treden tegen ze. We hebben aan het eind van het vorig jaar die veiligheids, die integriteits commissie in het leven geroepen. Dus ze hebben werk aan de winkel. Betrouwbaarheid is de basis, ja, voor het vertrouwen in het korps politie Suriname, in justitie. Want het gaat niet alleen maar om KPS, het zijn verschillende diensten. En als je die betrouwbaarheid, het vertrouwen wil winnen van de gemeenschap, dan moet je toch wel een schone inborst hebben als individu. We gaan er hard aan werken om dat vertrouwen terug te winnen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Mijn vier schwitten toch. Want ik sta hier nu met jullie. Maar mijn familieleden zitten ook thuis. Maar het is geen prettig gevoel wanneer men het vertrouwen in het korps niet heeft. Dus daar waar nodig gaan we bijstellen. Maar indien bijstelling niet meer kan plaatsvinden, gaan we anders moeten optreden naar de mensen toe. Dus de PG luister. Als er ook in de arbeidswetgeving een artikel is aangegeven, ja, aangehouden, die aangeeft van bij welke handelingen er sprake kan zijn van ontslag op staande voet, waarom zal het dan niet plaatsvinden bij het Korps Politie Suriname? Als nu blijkt dus dat getrouw over de schreef gaat, wat moet die president doen? Hij moet handelen. Snap je? Waar we kunnen begeleiden, gaan we het nog doen. Snap je? Want kijk, we zitten dan ook met wat anders. Als je de mensen met ontslag stuurt, het gaat er niet alleen om één persoon, maar misschien nog met een heel gezin moet je rekening houden. Daarom heb ik gesteld van we gaan begeleiden. Maar indien er van begeleiden geen sprake meer kan zijn, ons hoofd is moeilijk. Ik sta er soms zelf versteld van. Begrijp je? Gaan we hard moeten optreden.
Kotak Isiwan Santap Strati en Ifentaki Aprespari, Senenkong na IT Negi Wang, 320 Potenti, 891 3040. Sorry me.